Hi, welkom. Vandaag weer eens iets heel anders. Dit keer gaat het namelijk over Lucia de Berk. Een Nederlandse verpleegkundige die voor hele lange tijd onterecht vastgezet is omdat ze patiënten zou hebben vermoord. Ik heb toevallig een paar maanden geleden de film gezien die hierover is gemaakt. En het leek me dan ook wel interessant om meer over Lucia en deze zaak te weten te komen. Dus daarom vandaag een video erover. En zoals altijd, genoeg geluld, laten we snel beginnen. Het is eind 2001 als Lucia de Berk als verpleegkundige in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag werkt. Het valt collega's op dat Lucia vaak in de buurt is als er een patiënt overlijdt. Zo is ze er ook weer aanwezig bij het overlijden van een 6 maanden oude baby die 4 september 2001 overlijdt. Er doen al lange tijd gekke verhalen de ronde over Lucia binnen het ziekenhuis en 2 weken later, na het overlijden van de baby, wordt er ineens aangifte gedaan tegen de verpleegkundige. Ze wordt gelinkt aan 5 moorden en 5 pogingen tot moord, die allemaal binnen 1 jaar in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Niet veel later komen ook ineens andere mogelijke verdachte sterfgevallen van andere ziekenhuizen waar Lucia heeft gewerkt ineens aan het licht. Steeds meer negatieve zaken over Lucia kwamen naar boven drijven. Zo is er destijds een kansberekening gemaakt door statisticus Henk Effers dat er een kans van 1 op 342 miljoen is dat de sterfgevallen toevallig zijn. Dus zeer onwaarschijnlijk, dachten ze. En bleek Lucia ineens verdacht van het in brand steken van haar ouderlijk huis in haar jeugd, nadat er ineens een Amerikaanse serial killer deskundige dit als een passend iets zag bij het profiel van Lucia als seriemoordenaar. Hiernaast vond de politie bij een huiszoeking veel dagboeken waarin Lucia heel erg veel had geschreven. Zo vonden ze ook 1 passage waarin Lucia schreef over de moord op een hoerenloper. Hiernaast zou ze ook meerdere keren in haar dagboek hebben geschreven dat ze toe zou hebben gegeven aan een compulsie. Onder andere door deze zaken en nog veel meer andere dingen, zoals bijvoorbeeld denk aan de welbekende dioxinevergiftiging, wordt de pleegkundige dan ook op 24 maart 2003 veroordeeld tot levenslang voor 5 moorden en 3 pogingen tot moord. De zaak wordt verder behandeld op 18 juni 2004 in hoger beroep. Maar daar komen er ineens nog 2 moorden en 3 pogingen tot moord bij. Ook krijgt Lucia een levenslange gevangenisstraf en TBS opgelegd. Ja, nu is deze combi wel best wel gek, want levenslang betekent in Nederland dat je dan ook echt levenslang vastzit. Maar TBS, dus ter beschikkingstelling voluit, wordt opgelegd aan mensen die een zwaar delict hebben gepleegd en lijden aan psychiatrische ziekte of stoornis. TBS heeft als doel dat mensen uiteindelijk veilig en eventueel onder begeleiding terug kunnen keren in de samenleving. Dus die combi van die 2 straffen is best wel apart. Daarom is er dan ook in cassatie op 14 maart 2006 door de Hoge Raad besloten dat alleen de levenslange straf overblijft. Dus TBS ging eraf. Waarbij het Openbaar Ministerie overtuigd was dat Lucia de dader is, waren er toch ook zeker mensen die twijfelden. Er werden acties gevoerd door mensen om Lucia te laten weten dat ze er absoluut niet alleen voor stond en dat ze gesteund werd. In het bijzonder door verpleeghuisarts Metta de Noo. Zij was namelijk een van de eerste die twijfelde aan de bewijzen in het proces tegen Lucia. Ook werd er onder andere door Metta de Noo en uiteindelijk ook haar broers hulp gezocht bij de commissie-evaluatie afgesloten strafzaken. Deze commissie werd ingesteld na de Schiedammer Parkmoord in 2000. De zaak werd namelijk Case B onterecht veroordeeld voor doodslag van 2 kinderen genaamd Nienke en Michael. Hij werd hier 4 jaar voor vastgehouden, maar uiteindelijk bleek er dan toch echt sprake te zijn van justitiële dwaling. Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, werd de commissie evaluatie afgesloten strafzaken in het leven geroepen. Ook wel bekend als commissie Posthumus 2. En deze commissie adviseerde uiteindelijk in de zaak van Lucia aan het Openbaar Ministerie om een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen. Het bleek dat justitie de verklaringen en onderzoeken van deskundigen onjuist zou hebben geïnterpreteerd en dat er op onvoldoende bewijs zou zijn gebaseerd. Hiernaast bleek het ook zo te zijn dat het Openbaar Ministerie een beetje last had van tunnelvisie. Achteraf schijnt het aantal sterfgevallen terwijl Lucia er werkte net zoveel te zijn geweest als de sterfgevallen toen ze daar nog niet werkte. Daarnaast is er ook niet gekeken naar alternatieve scenario's en is Lucia te snel als verdachte gezien. En die kansberekening, ja, die bleek uiteindelijk ook helemaal nergens op te slaan. Uiteindelijk bepaalt de staatssecretaris dat er veel te veel twijfel is over Lucia wel of niet schuldig is. Op 2 april 2008 krijgt ze dan ook strafonderbreking.
Tijdens de zitting van 17 maart 2010 eist het Openbaar Ministerie vrijspraak en na lang wachten volgt op 14 april 2010 uiteindelijk de formele uitspraak. Deze bejaarde mensen waren allen ernstig ziek. Ze zouden allen sterven aan hun ziekte. Tevens is het bij mensen van deze leeftijd niet ongewoon dat het hart gewoon ophoudt met kloppen vanwege de hoge leeftijd. De beslissing van het gerechtshof te Arnhem, rechtdoende in herziening, vernietigt de door het gerechtshof te Den Haag uitgesproken bewezen verklaring en spreekt u daarvan vrij. Dat was de uitspraak. Luid applaus nadat de rechter heeft uitgesproken dat Lucia de Berk onschuldig is en wordt vrijgesproken. Dit rehabiliteert zo geweldig. Uiteindelijk heeft Lucia 2302 dagen onterecht vastgezeten. Besef, dat is bijna zo'n 6,5 jaar. En wat ze hiervoor heeft gekregen? De vergoeding van 45.000 euro en een excuusbrief van toenmalig minister van Justitie, heer Spallin. Daarnaast moet je wel beseffen dat er altijd mensen zijn die niet verder denken dan hun neus lang is en Lucia dus altijd schuin aan zullen blijven kijken. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Er is natuurlijk geen geld wat Lucia kan compenseren in al het leed wat zij heeft moeten doorstaan. Maar ja, ik vind toch wel dat een schadevergoeding aanzienlijk hoger had moeten zijn. Want ja, ze heeft wel 6,5 jaar onterecht vastgezeten. 6,5 jaar van haar leven is best veel. Lucia heeft in april 2010 een boek uitgebracht over haar verhaal. En in 2014 is er een film over haar verschenen. Nou moet ik zeggen dat ik het boek niet heb gelezen, maar de film heb ik wel gezien. En ik moet zeggen dat die toch wel echt iets anders gaat dan het daadwerkelijke verhaal. Zo is er bijvoorbeeld een fictief personage bij bedacht die eigenlijk het deel van Meta de No en haar broers een beetje overneemt. Maar ja, als je daar meer over wil weten, dan moet je de film gewoon zelf even kijken. Je kunt hem op Videoland zien, maar hij is ook gewoon te bestellen als DVD bij bol.com. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken van de video. Ik hoop dat je het een beetje interessant hebt gevonden. Ik hoop natuurlijk dat ik de juiste informatie heb, want het is natuurlijk best wel lastig. Je kan niet altijd alles vinden op internet. Ik heb zo goed als mijn best gedaan als ik een foutje hier en daar heb gemaakt. Ja, mijn excuses. Ik doe ook maar mijn best. Ik hoop in ieder geval dat je het interessant vond. Dat je misschien abonneert op mijn kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!